niet te zien. I can't wait any longer to see you. Next. Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Zoals je kunt zien zitten we op een andere plek dan normaal. Want we gaan ook iets heel anders doen dan normaal. We hebben al een keer een video gemaakt over dat wij oude YouTube video's van ons terugkijken. Ja. Maar nu gaan we het iets persoonlijker aanpakken. En gaan we video's terugkijken die we echt op een hele oude harde schijf hebben gevonden. En die nergens op YouTube ooit zijn gekomen. Hele oude video's. Hele oude video's. Hier zijn we echt een stuk of 10 jaar oud. Nee, iets ouder. Ik denk dat we hier 14 zijn of zo. Ja, want het is heel verschillend. Want sommige video's zijn super oud en sommige iets minder oud. Maar ik denk dat we rond de 12 en 16 zitten met deze video. Bij deze video's kun je zien dat we webcam filmpjes maken. Dat klinkt heel raar trouwens. Maar wij gingen altijd gewoon voor je webcam staan. En dan gingen we gewoon gek doen. Of playbacken op muziek. Of we gingen ons verhaal vertellen via de webcam. Dat heb ik heel vaak gedaan. Met een vriendin en dan stuurden we gewoon video's door via een webcam. Ja, dat hebben we op een of andere manier allemaal opgeslagen en hebben teruggevonden. En dat gaan we met jullie kijken. Dus have fun! We hebben hier een filmpje dat heet Benelux Room Tour. En wij zaten allebei op een kanaal met meerdere mensen waar we dan elke week video's maakten. Ook met Bo van Bo Beljaars, die kennen jullie allemaal natuurlijk wel. Ja. En Roy, ik weet niet wie er nog meer in zitten die jullie waarschijnlijk maar kennen. Maar wij waren de vier vaste mensen altijd. Verder werd het soms verwisseld van mensen. Ja. Hallo. Ja. Kijk! Dus deze week is het thema om een roomtour in kamer te doen. Oh my god! Ik heb een bijgehouden! We zitten in onze kamer. Eigenlijk zit je hier bijna nooit, maar... Vet awkward. Alleen als we slapen of editen. Of ja, verder doen we hier niks. Het is wel raar! Het is niet onze stijl, zeg maar. Mijn kant is groen, wel een kant is groen. Ideeën hebben om de kamer beter te staan. Echt lelijk. En wat niet. Die foto's! Het is zo leuk om te zien. We hebben ook echt alles gewoon een beetje bij elkaar geraakt qua producten. Dit gebruikt we ook helemaal niet. Nee. Dit zijn allemaal. Dat zeggen we ook. Dit staat hier gewoon voor de sier. Dit is ons bed. Stapelbed. Oh my god. Mama die slaat beneden. Voor de mensen, voor de mensen die niet wisten, wij hebben natuurlijk gewoon op één kamer geslapen. En jullie hebben al in oudere video's van ons gezien dat we samen toen in één bed sliepen. We hebben toen de hele kamer van ons hebben een make-over gedaan. En toen hadden we dus eigenlijk ervoor hadden we een stapelbed met groen en roze kleuren op de muur. Ja. Dan moeten we alles strak. Dit is onze kleerkast. Als jullie weten, zijn we Nederlands kampioen geworden. Hier heb je een stukje. We komen best wel arrogant over. Ja. Andere teams. Dus dit was het einde van onze roomtour. Hopelijk dat jullie. Roomtour! Oh my god. Nederland, Telo. Oh, dat is Nederlands. Dat gaan we nu nog een keer doen. Tot volgende week. Doei! Vet kinderachtig. Doei! Oh my god. We hadden natuurlijk gezegd dat deze video's niet op YouTube stonden. Staan ze ook niet meer. Maar vroeger wel. Dit zijn nog steeds de Benelux collab video's. We hebben een paar opgeslagen. En hier hebben we een soort video rap. Ik weet niet wat het is. We hebben een hele rap. We gaan per rap op een rap. Ja. We moesten volgens mij een eigen rap maken. Omdat wij niet konden rappen, hebben we gewoon een soort van playback ding gedaan. Oh, deze video. Oké, dat trein. Ja! Die beugel! Lego! Lego! Yellow model cheese! Yellow model sipping! Wat is het slecht! Ja, die ruis ook! Altijd dit! Oh, dit is leuk! If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you back. Oh my god. Oh my god. Hier hebben we een filmpje en dit kan ik me nog heel goed herinneren. Dit hebben we met ons mobiel volgens mij gefilmd. Ja. En toen kwam Justin Bieber voor het eerst op MTV of TMF of wat er dan ook toen bestond. Op het eerste Nederlandse muziekzender op tv. Ja. Daar kwam hij voor het eerst op en wij wisten dat en wij gingen helemaal los. We waren heel erg fan van Bieber. Ja.
TMF! Wow, het is echt heel oud. En toen ging jij mee. Oh, ben ik dit of ben jij dat? Dit ben ik. Oh nee, dit ben ik. Oh, oh ja. My god. Ging ik mijn muziek vet hard doen? Het gaat alleen maar pixel. Ja, het is echt slecht. Vroeger had je nog niet van die goede mobiele telefoons met een goede camera. Dus het is letterlijk alleen maar pixels wat je ziet. Voor alle believers out there. Kijk hier. We feel ya. You look so deep, you know. Okay. Hoe mager je bent. Dun daar. Waarom heb ik dit niet meegenomen? Met mijn lichaam. Mijn body. Oh ja. En toen, oh my god. Dit is het einde. Kijk, je ziet jou rennen. Ja. En toen hadden we de muziek heel hard staan. En toen kwam mijn moeder boos binnen. Gaan we weer verder. Oh ja, hier hebben we ook zijn cd vast. Ja. Die cd ook. Wij waren zo trots als believers dat het eindelijk, dat we gewoon een soort van overwinning hadden van dat hij eindelijk op de tv kwam. Ja. Iedereen was anti-believer. Ja, want iedereen was haat. Wij herkenden hem toen via YouTube. En ja. Wij waren echt de eerste of zo. Ja. What do you do when you're bored? Oh my god. You're on the phone. Mooie melody! Oh my god! Dit is zo oud. Nu gaan we naar de fotobooth map. Die heb ik hier ook. En we hadden toen een MacBook gekocht. En daar zat dus een programma op. Was het fotobooth. En dan kon je dus filmpjes maken met webcam. Daar hebben wij altijd echt van gedroomd. Want wij hielden van random filmpjes maken. En we hadden nu eigenlijk een goede webcam. Ik leg het even uit. Ik had een YouTube vriendin. En die heb ik nog steeds als vriendin. En dit is echt super oud. Wij maakten altijd video's met elkaar. Soort van videoboodschappen. En dan gingen we altijd vertellen hoe onze dag was. Of wat we deden. En dan sturen we dat naar elkaar via iMessage. En hier heb je een van die video's waar ik ga uitleggen wat ik ga doen vandaag. Nou, hey there. So, there's Melanie. She is really, I don't know. I think she's mad or tired of the sun. And we just eat food. We eat food. Waarom ben ik boos? Hey, je was toch rijden okay. Volgens mij. Huh? Wat is die boven doen? So, there's a lot of sun here. And I got a fan. I got a yes. Fan! Bam! I will talk to you. That was the little bitch. That's nice. I love the song. Maar dit was echt onze favoriete nummer. I used to build you up. Moet je horen. Oh, even van Megan and Liz. To watch you tear me down. They always kick me out. Oké, bij deze video had ik waarschijnlijk een hele erg rot dag of zo. En ja, dan was ik echt qua hormonen flink omhoog of zo. Ik zat hier te huilen voor de webcam voor geen enkele reden. Met zielig muziek. Oh, nou, wow, wel! So, Tori Kelly I'm kind of crying right now because I just. I don't know, I just miss you a lot. And. I just miss you and I just want to see you so bad. Oké, dit gaat verder. Dit is echt niet te zien. I can't wait any longer to see you. Oh, ja, next. Nou, hier hebben we nog een fotoboot video. En dit deden we ook altijd. Dan zetten we gewoon onze laptop meer met camera. Webcam aan, muziek aan. En dan gingen we gewoon een beetje playbacken voor de computer. Dit deden we echt de hele dag, hè. Dit is mijn Mel. Hier is mijn haar echt niet normaal lang. Het is gewoon nog langer dan mijn haar. Ons haar is daar ook echt donker gewoon. Oh, maar als ik nu zo lang haar heb, dit is ook dit is januari 2013. Kijk hoe lang. Oh, Kesha. Kesha was vroeger echt cool. Voor music video's was Kesha echt chill. Die had echt zulke leuke teksten altijd. Come on, gonna know what I'm like. Gaan we ook echt zo jumpen met elkaar? Ja, maar jij doet. Dit de hele tijd deed jij. Zo schudden. Dit deden we echt de hele dag. We werden ook nog een keer boos op elkaar. Zo. Nee, nu stoppen hoor. Ja, nu kappen. Zo gaan. Melanie, zullen we gaan? Zullen we gaan? Zullen we gaan? Zullen we gaan?
gaaf. Zullen we even iets van ons leven maken in plaats van tegen de webcam aanlopen te zingen? Nee. Zo, en dat waren dus de video's die op de oude harde schijf vonden die we hadden gevonden. Ik ben benieuwd of er nog kijkers zijn die ons van vroeger keken. Ja. Dus laat even weten als je nog een old YouTuber bent. Want daar ben ik echt wel benieuwd naar. Dus ken je ons van vroeger? Dat wij echt bij Benelux Collab zaten of dat wij nog musicvideo's maakten? Ja. Want dat is echt de oude goede tijd van YouTube. Laat het vooral even weten hier beneden in de comments. Yes. Vergeet ons niet te volgen op social media. Melanie Koster en Lisa Koster. Instagram, Twitter en Facebook. Alle links staan hier heel simpel gewoon in de beschrijving. Vergeet onze laatste video's niet te checken. Bijvoorbeeld de Girls Code. Hierin bespreken wij alle regels van Girls Code. Yes. En de video van de telefoontag waar wij random mensen of mensen die we kennen gewoon opbellen. Ja. Met een soort leuk spelletje. Moet je even kijken, die is echt leuk. En dan zien jullie volgende week weer met een nieuwe video. Yes. Gewoon een normale video. Normaal. Niet meer raar. Nieuwe playback. Niet meer back in the tide, zeg maar. Niet meer Bieber fan. Nee. Oké, tot volgende week. Doei!